nu ook verkrijgbaar in Nederland. Brocco Cress en Brocco Sprouts. Deze broccoli-kiemgroente is een gezonde aanvulling op uw dieet door de hoge concentratie sulforafane glucosinolaten. Deze stof is van nature aanwezig in broccoli, bloemkool en spruitjes en is een indirecte antioxidant. Er zijn tal van recepten waarbij Brocco Cress gebruikt kan worden. De Brocco Cress is een volkomen natuurlijk product en bij steeds meer supermarkten en groentespecialisten verkrijgbaar. Caroline ontdekt vandaag waarom deze kiemgroenten zo gezond zijn. Rob, jij bent de eigenaar van Koppert Cress. Ja. Jullie zijn al sinds 2000 bezig. Ja. En dan met name op het gebied van de gastronomie. Kan je uitleggen wat jullie precies doen? Wij verkopen producten voor de topchefs die hele mooie gerechten maken. Die maken wij af met een finishing touch. Dus zoals bijvoorbeeld zo'n blaadje. Dat smaakt naar komkommer. Proef maar. Dus kan ik gewoon lekker opeten. Ja. Heerlijk. Ja. Rob, jij hebt een heel mooi doel voor ogen. Je bent eigenlijk een soort van man on a mission. Jij wil ons Nederlanders beter leren eten. Ja. Ja. Kan je uitleggen wat jouw doel is, wat je wil gaan bereiken? Nou ja, ik ben heel graag met voeding bezig. Voeding is heel belangrijk. En je bent wat je eet. En er is zoveel kennis in land- en tuinbouw voor mooie producten. Dat we een beetje vergeten uitleggen dat het nog gezond is. Dus eigenlijk wil je daarmee zeggen dat wij Nederlanders gewoon niet gezond genoeg eten? Nou, we worden geacht 2 stuks fruit per dag te eten en 2 ons groenten per dag. En niemand doet dat. En dat heb je echt nodig. Wij zijn als mens gemaakt om planten te eten. En dat doen we te weinig. Een aap in Afrika eet per dag, een aap is het beest dat dichtst bij de mens staat, eet per dag 120 verschillende producten. Dus een bananen voor de voeding, maar heel veel andere blaadjes en dingen voor zijn weerstand. En die medicijnmannen in Afrika kijken ernaar en die maken daar hun medicijnen op. Maar voor de mens is het niet anders. De mens moet ook heel veel verschillende planten eten om zijn weerstand te verhogen. Dus bijvoorbeeld kool en uien en knoflook en noem ze maar op. Als wij Nederlanders nou echt een goed voedingspatroon zouden willen hebben, wat zouden we dan dagelijks moeten binnenkrijgen? Je moet grazen, je moet eigenlijk van alles een beetje eten. 1 sinaasappeltje, een mandarijntje, een appel, een banaan. Blijf zoeken, maar varieer er heel veel in. Want hoe meer verschillende stoffen je binnenkrijgt, des te hoger je weerstand wordt. Dus eigenlijk komt het erop neer dat wij Nederlanders niet gezond genoeg eten. Terwijl het natuurlijk zo ongelooflijk belangrijk is. Waar komt dat uit voort? Hoe is dat zo ontstaan? Nou, het leuke is, ze hebben onderzoek gedaan naar hoe slecht de ouderen eten. Nou, dat is helemaal niet zo. Die ouderen eten veel beter dan de jeugd. Bij ons zijn de huizenscholen afgeschaft. Is het koken op school afgeschaft. Die kennis is weg. Er wordt niet meer met kennis gewerkt. En ja, alles wordt convenience genoemd. Wordt gezegd mensen geen tijd om te eten. Geen tijd om eten klaar te maken. Maar eten kost helemaal niet zoveel tijd om klaar te maken. Dat is helemaal niet waar. En je kan nog steeds blijven grazen op allerlei dingetjes. Het is tuinkers. Het is een heel simpel product. Dit wordt gegeten in het Midden-Oosten, tijdens lange tochten, de zijderoute. Daar was bekend van. Maar dit is een van de meest rijke vitamine C-producten. Nou, wat is er mis een beetje tuinkers op je boterham met kaas te doen? Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van, joh, zo'n klein stukje tuinkers, dat vrij weinig doet. Maar het heeft natuurlijk niks met de hoeveelheid te maken. Nee, het heeft niks met hoeveelheid te maken. Het gaat om je lichaam te triggeren. Je lichaam kan heel goed zijn eigen medicijnen maken. En door constant dingen aan je lichaam te geven, ga je zelf, dat heet dan weerstand, maar in feite is het gewoon resistentie bouwen, doordat je stoffen binnenkrijgt die je lichaam op gang houden. Op het moment dat wij dus niet goed eten, dan heeft dat gevolgen. Wat voor gevolgen zijn dat bijvoorbeeld? Nou ja, dan krijg je de gebreksziektes. Nou, de welvaartsziektes zijn de ziektes waar wij aan lijden. Overgewicht, obesitas. Als je gaat kijken naar ziektes als kanker, ziektes als hart- en vaatziekten, dat zijn allemaal welvaartsziektes. Dat hoeft niet echt een probleem te zijn. Nou, daar kan je meer aan doen door jezelf meer weerstand te geven. Ik denk dat er ook een stukje onwetendheid is. Gewoon dat mensen soms ook simpelweg niet weten wat ze dan wel of niet moeten gaan eten. Ja. Maar daar heb jij gewoon de ultieme oplossing voor gevonden. Nou, niet de oplossing. Maar ik heb heel veel gereisd in de wereld. Ik heb heel veel dingen gehoord in de wereld. Want in Japan daar zijn ze fanatiek bezig met broccoli. Brocco Cress. En dat zijn kiemplantjes van broccoli die een veelvoud van de stof bevatten die normaal in broccoli zit. Maar broccoli op zich is al goed genoeg. Je hoeft geen kiemplantjes van mij te eten. Daar gaat het niet om. 1 kooktip. Als je broccoli kookt, het kookvocht opdrinken en de rest in de konijnen geven. Kookvocht van broccoli is superbelangrijk. Maar dat vocht, daar zit de gezondheid in. Is er nog een verschil tussen de kiem van broccoli en de broccoli zelf? Ja, het kiemplantje bevat een stofje, sulforafaan. En er zit in de kiemplant meer dan in de grote plant. En waarom zit het erin? Het is een bescherming tegen insecten. Die gaan de grote bocht eromheen.
Heel belangrijk in een kiemplantje, want ja, als je opgegeten wordt, heb je geen grote plant. En toevallig werkt die stof als beschermend tegen de startende kankercellen. Dus de kankercellen aanleg kunnen hiermee vermoord worden. Ja, het is geen garantie, hè, want je hebt heel veel soorten van kanker, heel veel verschillende manieren binnen kan komen. Maar dit geeft in ieder geval een bescherming in de beginfase. Koolsoorten, alle koolsoorten, maar broccoli in het bijzonder. Als je dat regelmatig blijft eten, dan blijft je lichaam weerstand bouwen. Ik kan niet graag dat je het niet krijgt. Er zijn heel veel dingen die je binnenkrijgt. Maar dit is wel een bescherming. En dit wordt door heel veel wetenschappers nu al geadviseerd. Ja, je eet het op. Je lichaam zegt van, hé, dat moet eruit. Je lichaam gaat een stofje aanmaken om het eruit te knikkeren. Dus je lichaam maakt zijn eigen medicijn. Dus eens in 3 dagen is je eigen medicijn actief. En daarna neemt het af en dan moet je weer aanvullen. Maar het is met heel veel groentes. Je moet het gewoon regelmatig blijven eten. Nou is natuurlijk niet alleen broccoli heel belangrijk, maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer groentes op te noemen. Gelukkig wel, ja. Knoflook, uien, sojaboontjes, heel belangrijk. Broccoli, witte kool heb ik allemaal genoemd. Tomaten, lycopene, heel belangrijk. Druiven, groene thee, curcumine, wat in geelwortel zit, wat in een curry zit. Dat soort producten. Sinaasappelen, mandarijnen. De anthocyanen, de blauwe bessen. Blauwe bessen ook heel beroemd voor zijn weerstand. Nou, er zijn eigenlijk... denken dat alle planten wel een bepaalde nut hebben, maar niet alles is aangetoond. Dat moet er uitgedokterd worden. Maar van broccoli zijn ze het meest ver met uitzoeken. Maar waar kan ik hem dan kopen? De goede groenteboer kan er altijd aankomen. Dat is heel makkelijk. Vers informatie, kookinformatie enzovoort. Dat is één. Maar supermarkten verkopen het ook. Let maar op. Ook die kiemplantjes waar wij natuurlijk de hele tijd over hebben, dat is de broccocres. Maar ja, we hebben natuurlijk ook de broccosprout. Ja, broccosprout, dat zijn broccoli kiemen. Dat is hetzelfde als een beetje taugé, alfalfa. Dat wordt in die bakjes verkocht en dat kiemt ook zo. Hetzelfde inhoud, hetzelfde materiaal, hetzelfde product. Denk je dat wij in de toekomst beter gaan leven in Nederland? Ja, ik ben ervan overtuigd. Ik zie heel veel mensen die nu actief bezig zijn te zoeken naar beter eten. Ja, je hebt van die markten waar mensen bewuster zijn enzovoorts. Het gaat leven, het heeft gewoon tijd nodig. Maar wat is er nou belangrijker dan eten? Je bent wat je eet.